in de Leipziger koralen. Koralen die Bach een soort eindredactie heeft gegeven toen hij in Leipzig woonde. En een aantal daarvan heeft hij toen ook gecomponeerd. Zie je vaak het getal 3 terugkomen. En vooral met de melodie Allein Gott is dat niet zo vreemd. Het gaat over vader, zoon en geest. En in de muziek zie je dat vaak terugkomen dat Bach, als het over de vader gaat, de melodie in de sopraan legt. Voor de zoon in het midden en voor de Heilige Geest in de bas. Dat is ook bij deze 3 koralen het geval. Als je dieper zou in willen gaan op de relatie tussen de tekst en de muziek, dan staat je op een probleem, want het koraal heeft, als het gezongen wordt, 4 coupletten en Bach heeft er maar 3 gezet. Wat doen we nu? Dat eerste couplet over de muziek heen leggen, over al die 3 diversen, komt steeds dezelfde situatie terug. Of anders, welk couplet hoort bij welke bewerking? Dan zou je die vader, zoon en heilige geest mooi met couplet 2, 3 en 4 kunnen vergelijken en toch lijkt couplet 1 het beste bij de eerste variatie te passen. Dan zit je al met een dilemma van hoe gaan we dat toepassen. En dat is waar veel muzikologen zich op gestort hebben en ook met elkaar over in de haren vliegen. Dat is heel interessant om te volgen. Maar of dat echt iets zegt over hoe dat toen geweest is, blijft natuurlijk de vraag. Dat er een verband is, is duidelijk. Een heel mooi voorbeeld is in dat eerste koraal. Is een situatie waarbij Bach, als het daar staat, mocht die tekst daarbij horen, alle feit had nu een einde, alle moeite, alle problemen hebben nu eindelijk een einde, geeft hij een heel ingewikkeld loopje eigenlijk. En dan moet de organist een hele grote sprong maken die hij liefst met 2 handen zou doen. Maar moet je eigenlijk met 1 hand doen, zodat je die moeite ook ervaart. En dat gaat ongeveer zo. Moeite om die sprong te maken, muzikale moeite en in de beweging ook.